Muriel, fijn ja. Ze beginnen te lopen. Wat een hel is dit geweest, wat een hel. Hoe ze ons onder druk hebben gezet over de rug van Elisabeth. De leugens, de manipulatie, ik heb er geen woorden voor. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Hoofdschuddend loopt Melodie tussen de andere twee in. Maar gelukkig zijn wij sterker. Dat is het belangrijkste, dat wij samen sterk zijn. Samen zijn we zo sterk, zelfs als we niet bij elkaar zijn. En telkens als ik er doorheen zat, dan voelde ik jullie steun. Dat hebben we toch maar opgebouwd samen. Ze kijken van Petrus naar Muriel en terug. Wij hebben elkaar. Dat maakt ons super sterk, toch? Hadden jullie dat gevoel ook niet? Dat we elkaar hielpen, ook al waren we niet samen? En nu beginnen wij ook bij Muriel en Petrus de radertjes van het zelfbedrog in gang te zetten. Geen van beiden hebben ze in de afgelopen dagen het gevoel gehad dat ze samen waren met de anderen. Ze voelden zich alleen en afgescheiden. Maar nu realiseren ze zich dat het gevoel niet past bij een bewoner van woongroep Klank en Liefde. En snel beginnen ze hun herinneringen aan hun ervaringen in de cel te redigeren. Ja, dat had ik ook, zegt Muriel. Terwijl ze zich de momenten dat ze probeerde te zingen en te mediteren om zichzelf te troosten voor de geest haalt. Niet zo sterk als jij, denk ik, maar als ik mediteerde of affirmaties deed, dan voelde ik wel zoiets.